Een kapot zwembad. Tijdens het koude weekend van 12 tot en met 14 februari is de pomp uitgevallen. Normaal merken we dit snel genoeg, want door het uitvallen van de pomp koelt het water af. En er wordt er meestal druk geseind naar de receptie dat het water koud is, of de sporters geven dit aan bij een van onze Tesqua-medewerkers. En wij zorgen er dan voor dat het probleem zo snel mogelijk wordt opgelost. Vanwege de lockdown hadden we geen zwemmers in het water en kwamen er pas maandag achter dat het water 10 graden was afgekoeld. En dit heeft een negatief effect gehad op de vloertegels. Het is namelijk zo dat door de verschillen in temperatuur de druk op de tegels verandert. Het begon met ongeveer 6 tegels die kapot waren. Maar na een dag vol spanning wachten werden het er meer en meer. Er zat helaas niet anders op dan het zwembad renoveren. Natuurlijk hebben we even flink gebaald. Maar de teleurstelling hebben we snel om kunnen buigen in een voordeel. Want in deze tijd een nieuwe zwembadvloer betekent dat onze sporters hier nu geen hinder van ondervinden. En dus gingen we voortvarend en vooral snel te werk. Met een groot team sterke mannen, en daar hebben we er gelukkig genoeg van, hebben we 4 dagen keihard gewerkt om de tegels en de cementdekvloer te slopen en af te voeren. Wat een herrie en wat een stof gaf dat. Daarna werd de nieuwe cementdekvloer gestort en werd er getegeld en gevoegd. En met zo'n oppervlak is dat best een hele klus. Ook hier gingen een aantal dagen overheen. Ondertussen werd de verlichting vervangen en hebben we nu super mooie verlichting in het zwembad. Rood, groen, blauw, paars. We kunnen het zwembad in alle kleuren omtoveren. Afgelopen week is er op maandag en woensdag veel schoongemaakt. Ook dat met een geweldig team van Tesqua-medewerkers. Tegel voor tegel is er veel werk verzet en het bad toont spik en span. Tot slot is het zwembad gevuld met water. En dat is heel koud water. De verwarmingspomp staat aan en de temperatuur stijgt met de dag. En zo kunnen we op maandag 29 maart onze eerste kinderen ontvangen die in een nieuwe zwembad zwemles krijgen. En Maarten, we zijn heel erg benieuwd naar het eindresultaat. Wat zijn we trots op het eindresultaat? Moet je kijken. 3 weken geleden was de vloer nog kapot en inmiddels een nieuwe vloer, nieuwe verlichting. Onder leiding van René, hij is nog even bezig, maar samen met heel veel collega's hebben we echt een superprestatie neergezet. Trots op het resultaat. Het zwembad wordt nog verwarmd, maar aanstaande maandag kunnen de kinderen weer gaan starten met de zwemlessen. Hopelijk kunnen we jou ook weer snel ontvangen bij Tesqua in het verwarmde bad. Tot snel!